het vrouwenrestaurant. In het vrouwenrestaurant van Roermond zaten de vaste klanten weer klaar om een hapje te eten. Nou, kijk, die vrouwen daar aan het andere tafeltje. Hé, maar heb je die haren van die open gezien? De vrouwen roddelden graag over andere vrouwen, maar ook over mannen. Weet je wat ik zo stom vind aan mannen? Zijn de hele tijd lui en hebberig. Alsjeblieft, stop over mannen. Echt, ik heb een hekel aan ze. Oh, granadecocktail. Oh, oh. Ach, jij met je granadecocktail. Er zitten toch veel te veel calorieën in? Er personeel zat te wachten tot de klanten klaar waren om te bestellen. Volgens mij weten ze al wat ze daar willen bestellen. Kom, we gaan. Op dat moment kwamen er mannen binnen om ook in het restaurant te eten. Kan dat of zo? Nee, joh. Nee, gaan we proberen. Ik heb wel zin in patat. Zullen ze dat wel hier hebben? Zullen we dit vragen? Eén man keek eens goed rond. Waar alleen maar vrouwen in dit restaurant? Niet normaal, jongen. Zoveel. Hey, wat? Oh my god. Mannen in dit restaurant. Ik heb echt een hekel aan mannen. Serieus? Wat heeft het te betekenen? U heeft gelijk, mevrouw. Ik ga ze meteen verwijderen. Hé, mevrouw, kunnen we hier een tafeltje krijgen? Pardon? Hebben jullie je bordje buiten niet gelezen? Het is een vrouwenrestaurant. Ik dacht een vrouwenrestaurant. Ja, dat klinkt ons wel goed. Dus we zijn naar binnen gekomen voor de vrouwen. Niet voor het eten. Dus staan er ook vrouwen op het menu hier? Ja, eruit. Wegwezen allemaal. Met me net! Ach mannen, daar heb je echt niks aan. De mannen lieten er niet bij zitten en hielden een vergadering. Fijn dat we met zoveel mannen bij elkaar zijn gekomen om dit te bespreken, want ik vind dit discriminatie. Yo! We zijn nu het restaurant uitgestuurd. Wat deed dat met jullie jongens? Ik ben kwaad. Ik ben ook kwaad. Ik mag niet eens een grapje maken. En wat de discriminatie dat we niet binnen mogen. Het schijnt dat ze daar de heerlijkste spinazieburgers hebben van Nederland. En die kunnen wij niet eten, omdat we mannen zijn. Wij hebben rechten om daar te gaan eten. Ik heb een idee. Een idee om daar binnen te komen? Moet je luisteren. Bij de vrouwen werd net het eten gebracht. Oh kijk, er komen nog meer dames binnen. I am too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to me. Komt u maar mee, dames. Dat meen je niet. Kijk die kleur haren van die ene daar. Oh nee, dat kan echt niet. Ik had graag champagne. Doe mij maar een spa blauw, want ik moet op de lijn letten. Doe mij maar een cola. Light. Ik wil graag de wijn van Bronjaler. Daar hebben we nog één fles van staan. Komt eraan, mevrouw. Oh, daar gaat ze. Oh. Het is een man! En volgens mij zijn die anderen ook mannen. Oh nee, het zijn allemaal mannen. Nee, mijn bruid, mijn bruid! Nee! Dit is discriminatie! Oh nee, wat een schande! We zijn eruit gegooid! Toevallig kwam net de politie voorbij gereden. De politie probeerde de dames, of ja, heren stil te krijgen. En ik had net zo zin in een lekker biefstuk. Dus jullie mogen niet binnen in het restaurant. En een restaurant is toch voor iedereen? Ja. Nou, dan gaan we nu dit even oplossen. Schande, politie, schande. Ja, we doen al wat. Ik ga een broek aftrekken. Ik wil het personeel spreken. Wij zijn het personeel. Wat is er aan de hand? Deze dames, heren... Kom hier eten, maar dit mag niet van jullie. Dat klopt, dit is een vrouwenrestaurant. Als deze mannen hier niet mogen eten, wordt het restaurant gesloten. Nou, vooruit dan. Zo, weer een zaak opgelost. Door Piet en Jan. Bedankt, politieagenten. Doei. Met de hulp van politie mochten de jongens toch gaan eten. Zo, ik heb zin in een lekkere maaltijd.
Ik ook, maar ik ga eerst een plasje plegen. Hé, hey, wat doe jij hier? Ik moet hier toch naar de wc? Ja, maar het is hier een vrouwenwc. Maar waar is het mannentoilet dan? Die hebben we niet. Oh, ze hebben hier geen mannentoilet. Dus daarom is het hier een vrouwenrestaurant. Ja. Doei!